Mijn haren zijn fris geknipt bij de sympathieke capster Jessica. En ik blijf nog even in de Denderstreek, want ik heb afgesproken met een dierenarts die samen met zijn vrouw een landbouwbedrijf heeft. Dag Graaf. Dag Tom. Welkom in Denderleeuwen, in de Vlamovenkater. Wat een schoon stukje natuur. Hoe komt het eigenlijk dat het hier zo'n stukje natuur is, midden in de Denderstreek? Het is de laatste open ruimte van Denderleeuwen. De deelgemeente Wille, de hoofdgemeente Denderleeuwen, deelgemeente Iddergem. En dit is 300 hectare boerennatuur, noem ik het. Ja. Het is gratis onderhouden door de landbouwers en hier wordt ons voedsel geproduceerd. En dat is niet Natuurpunt gesubsidieerd met ons belastinggeld die dat doet? Gelukkig niet. Hier in deze kouder zijn het nog de boeren die voor de natuur zorgen en niet de Natuurpunt. We hebben eigenlijk veel te denken aan de boeren. Niet aan ons eten op ons bord, maar ze doen ook aan natuurbeheer. Eigenlijk zouden de boeren toch heel veel respect moeten krijgen. Worden boeren gerespecteerd? Minder en minder. Eén generatie geleden was iedereen boerenzoon of boerendochter of zijn onkel was boer. En op één generatie, eigenlijk mijn generatie, is dat aan het verdwijnen. 20 jaar, 30 jaar geleden waren er in Denderleeuwen 20 professionele boeren, nu nog 2. En dat is overal zo, dat is jammer. En hebben de boeren hebben die het gevoel dat zij gehoord worden door hun problemen waarmee zij geconfronteerd worden door zeg maar iets, de Vlaamse overheid? Minder en minder. Het is nu actueel, maar eigenlijk is het al jaren bezig dat de administratieve overlast bij de boeren stijgt. Er zijn steeds minder landbouwers en toch komen er steeds meer regels en steeds meer controleurs. En de overheid werkt eigenlijk met administratieve boetes waar je praktisch geen verhaal tegen hebt. En dus de boerenfamilies leven constant met controlestress. Op elk moment van de dag, of dat het nu druk is of niet druk, kan er een ambtenaar toekomen op uw bedrijf, controles uitvoeren. En tegenwoordig is de regelgeving zo ingewikkeld dat niemand nog alle regels kan toepassen. Eigenlijk rollen ze Europese dictaten uit, maar eigenlijk de Vlaamse regering verschuilt zich achter de Europese dictaten, want diezelfde Europese regelgeving geldt voor Duitsland, voor Wallonië, Frankrijk en daar is er geen probleem met stikstof. Maar hier in Vlaanderen maakt ze wel meer dan een groot probleem van. Inderdaad, en ik denk dat zij jammer genoeg in Nederland gaan kijken is, want dat begrijp ik ook niet. Nederland is het landbouwland bij uitstek en daar is het probleem inderdaad nog groter geworden door bestuurlijke onkunde. Ik kan dat niet anders noemen, want het stikstofprobleem in zee is geen echte natuurprobleem. Het probleem van de landbouw is eigenlijk een politieke elite die eigenlijk niet weet wat boeren is. De conclusie is eigenlijk: laat boeren boeren en geef ze opnieuw perspectief. Inderdaad, minder regels, meer vertrouwen en toch ook nadenken dat het voedsel ergens moet geproduceerd worden. En als wij het niet doen, gaat het van elders komen en dan is het zeker niet beter. Het is de zot van woorden, dat is ook niet goed voor het klimaat dat we al ons voedsel importeren. We hebben hier boeren die kwalitatief volle producten maken en laten we die koesteren. Graaf, bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. En ik geniet van dit prachtig stukje natuur. Oké. Okay. Zoals u ziet, het Vlaams Belang heeft echt een hart voor onze boeren. Ik zet mijn tocht verder richting Ninove. De afgelopen dagen heb ik niet alleen geslapen in een mobilhome, maar ook bij B&B en hotels. En daar ga ik eens praten met mensen die een hotel hebben, hoe zij kijken naar de politiek.